Maar toch valt het niet mee om echt klimaatneutraal te leven. Nou ja, je moet je eigen huis bouwen, duurzaam. En zonnecellen op het dak, je eigen groenten verbouwen. Ja. Ja, helemaal, hè? Ja, er helemaal. Zijn mensen die dat dus doen, proberen in Amsterdam. Echte pioniers. Midden in de Rustenburgerstraat, in de Pijp. Er ligt een groot, gapend gat, omdat er in 2006 hals over kop een school werd afgebroken. Want de gemeente was bang dat het gebouw zou worden gekraakt. Het terrein werd deze zomer alsnog gekraakt, om er een vrijstaat te vestigen. Entree, entree. Dankjewel. Hoi. Hoi. Bibi. Andrea. Hoi. Welkom in Vrijstaat Zwomp. Ja, onze eigen vrije ruimte. Wat is dit voor een vrijstaat? Het is een groene vrijstraat waarin mensen proberen groener te leven. Klimaatneutraler te leven en meer met zelforganisatie hun eigen ding te doen. En misschien ook wel wat zelfvoorziening. Kan je dat laten zien? Ja, kom maar mee. Ik denk echt dat dit de toekomst is. Niet omdat men... Ik zou het heel leuk vinden als iedereen ineens vanuit idealisme zijn groenten hier lokaal gaat verbouwen en ecologisch bezig gaat. Maar ik denk dat het niet vanuit idealisme hoeft. Ik denk dat binnenkort onze portemonnee ons gaat dwingen. Dat de olie te duur wordt om onze groenten uit heel de wereld hierheen, ons eten en onze kleding en al onze producten uit heel de wereld hierheen te gaan slepen. Dat kunnen we gewoon straks niet meer betalen. Dus we zullen automatisch gedwongen worden om weer seizoensgroenten, lokaal gekweekte seizoensgroenten te gaan kweken. Dus het moet echt heel anders. Het gaat vanzelf anders. De wal keert het schip. Ja, uiteindelijk gaat het vanzelf anders. Dit is een groentetoren. Dit is een van de principes die we uit permacultureel tuinieren hebben gedaan. En je ziet dus, omdat je het idee is dus dat je, als je te weinig oppervlakte en grond hebt om genoeg eten voor jezelf te verbouwen, je zou bijvoorbeeld een veld van deze torens kunnen maken. Je vergroot je aardevolume en je vergroot je oppervlakte. En planten, je ziet het, ze worden veel groter. Dit is ook een van de dingen die jullie voorstellen als je een heel klein tuintje hebt. Maak zo'n toren en dan kan je veel meer... Als je grote oppervlakte hebt en je woont daar met veel mensen en je kan niet genoeg eten voor iedereen verbouwen, deze manier vergroot je je eten of je voedselopbrengst gewoon. En ik zie daar een pomp. Ja. Dit is onze toekomst, hè? Dat we gewoon weer ouderwets... Want dit is echt een pomp. Het is gewoon een grondwater. Met Amsterdamse grondwater. Amsterdamse grondwater. Die hebben gewoon een paar meter de grond ingeslagen. Hè? Het is dus inderdaad om zo zuinig mogelijk met water te zijn. Want het is niet drinkwater, dat Amsterdamse grondwater. Nee. Voor de tuinen, voor de wc doorspoelen, voor dat soort dingen. Grijs water gebruiken om geen drinkwater te verspillen. Een probleem waar wij op zijn gestuurd is verwarming en koken. Oh, laat eens zien. In de winter moet je jezelf toch verwarmen. En dat doen we nu nog met gas, met propaanflessen. Maar dat willen we helemaal niet, want dat is toch echt fossiele brandstof verbranden. Ja, er moet nog wel wat gebouwd worden. Ja, hier staat het ons huis in de stijgers. Hier krijgen we een woonkamer, keuken, waar we dus ook een kacheltje neerzetten. En op dat houtkacheltje gaan we koken. Oké, want dat is waar je naartoe wil. Dat is waar we nu naartoe gaan, omdat het voor ons een betere optie is dan fossiele brandstoffen verbranden. Maar ja, een samenleving kan niet leven op hout, want die bossen hebben we in Europa al gekapt. En als we ze wel zouden hebben nog, zou het zonde zijn om ze te kappen. Dus daar hebben we nog geen kant-en-klare oplossing voor. Energie, waar haal je dat vandaan? Onze zonnecel. Zonnecel? Cellen. Die zijn boven hebben. Op het zijn dak. Eigenlijk daglichtcellen, want ze verzamelen nu ook gewoon energie. En dat laat continu onze batterij op. En van die batterij hebben wij gewoon 12 volt stroom. Dus dat is genoeg om licht, 's avonds licht te hebben en om muziek te luisteren. Dat is alles? En dat is alles. En dus geen wasmachine? Geen wasmachine, geen waterbed, geen waterkoker, geen energieslurpers. En dat zijn voornamelijk de verwarmingsapparatuur. Hè? Want die hitte opwekken, dat kost het meeste energie. Dat kost het meeste energie. Dat is wel heel eenvoudig. Nou, hier woon ik. Netjes voetjes vegen.
Van het zand in de... Wow, ja. Ja, dat is mijn bed. Ja. Dit is ook nog een opklapbed. Dat kan je zo vloep, opklappen naar een bank toe. En hoe verwarm je dit dan? Ja, voornamelijk met menswarmte. Als je hier met z'n drieën zit, is het op een tijdje, na een tijdje vrij warm. En voorlopig kook ik dus nog op gas, totdat we onze houtkachel hebben. En dat warm natuurlijk. Ja, als je hier een kopje thee op koopt, dan is het vrijwel gauw warm. Met z'n drieën verwarm je het hier. Dus wel belangrijk dat je vrienden hebt. Ja. Nou, ik heb een vriendin. Ik woon hier samen met mijn vriendin, dus dat scheelt ook wel. Het is wat warmer. Belangrijk dat die relatie goed blijft. Ja. Vinden jullie het nou niet moeilijk om tussen al deze huizen, waar allemaal centrale verwarming, wasmachines, televisies, hier als een asceet te leven, terwijl je dan denkt, ja, ik kan nog 10, 20 jaar zo luxe leven. Voor mij gaat het heel erg mee dat ik word binnenkort oom, over een week of twee. Ik heb veel zelf absoluut geen kinderen, maar mijn broer die gaat er wel een krijgen. En ja, als zijn kind over zoveel jaren gaat vragen van, hoe zat dat nou met die crisis? Hè? Net als een beetje van, ja, wat deed u in de oorlog? Ja, wat deed u tijdens de klimaatcrisis? Dan heb ik zoiets van, ja, ik wil schone handen hebben. Ik kan zeggen, ja, ik heb mijn best gedaan. Oké. Okay. Bedankt. Geen dank. Ik ga nog even naar mijn verwarmde huisje toe, maar ik zal er wel over nadenken. Kan dit gewoon? Kan hij, kan ook. Succes. Tot ziens. Ja. Hoi.